We zouden gaan koffie drinken in de Plesmanlaan. We zijn per ongeluk te ver doorgelopen en in de Lelymanslaan terechtgekomen. Dus de Plesmanlaan een keer in de herkansing. We zijn per ongeluk iets te ver doorgelopen, maar we zijn dus in de Lelymansstraat. Het was zo koud. Het was ook heel koud. Wat is het voor een straat? Ja, joh, een kalme straat, zou ik maar zeggen. Er komen wel jonge mensen die wonen, maar het meest voor oudere mensen. Wat bent u hier aan het breien? Kindertrui. En waar gaat dit naartoe? Naar Kiev in Oekraïne. Ja, hè? Ja, is het Oekraïne, geloof ik. Ja. En hoe komt u daarbij om daarvoor te breien? Daarbij, nou, mijn broer en schoonzus, die komen, nou, ik geloof, ze hebben misschien al 20 jaar contacten met de huizen daar in Kiev. En dat is gekomen doordat een tante van mijn schoonzusje, die is daar jong geweest. En toen gingen ze ook al met die kinderen te huizen snoep en speelgoed brengen. Maar ja, het is de hele andere toestand nou. Dus ze zitten, ja, om kleding en zo. Dat heb ik ook 7 jaar gedaan. Voor volwassenen ook. Maar nou doe ik het niet meer, want dat is me te veel. En bent u zelf daar ook wel eens geweest? Nee. En ik heb wel eens foto's gezien. Maar niet dat ik ze een ander kan laten zien. Nee. Van hoe de toestand daar is. Nou zie ik in het huis echt ontzettend veel klokken. Ja. Wat heeft u met klokken? Ik heb er niks mee. Oh jee. Maar ik houd het in ere voor mijn man. Om het jaar moest hij ze smeren en dan schreef hij allemaal op. En nou hebben ze, even kijken, meer dan 10 jaar al. 2000 of vanaf 2000 hebben ze helemaal maar nou gaan ze allemaal, iedere dag moet ik ze gelijk zetten. Dan lopen ze 5 minuten achter. Weet u hoe oud die klok is? Nou, ik geloof dat die van 1700 is. Dus. Zo. Prachtig is die. Nou zag ik hier aan de muur, zag ik iets geborduurd van Willem en Maxima. Heeft u dat zelf gemaakt? Nee, dat heb de buurvrouw gemaakt. Okay. Heeft u wat met het Koninklijk Huis? Nou, ik ben nou aan het opruimen, maar ik heb altijd van alles verzameld, tot knipsels toe. In deze map. Kijk, en dit. En overzuilen. Maar ik dacht dat het ingeplakt was, maar het is niet ingeplakt. Ai. En hoe komt het dat u er nu geen zin meer in heeft? Nee, ik heb er geen zin meer in, nee. En het moet. Ik moet opruimen, want ik ben van plan om met de tijd te verhuizen. Okay. Op korte termijn? Nou, dat weet ik nog niet. Het is vorige week ben ik ingeschreven, dus ik weet het niet. Waar bent u ingeschreven? In de Meren. Okay. Bij uw zus in de buurt? Bij uw zus in de buurt? Bij de hele familie in de buurt. Ik ga ook even de kaart pakken. Dan mag u aanwijzen waar we de volgende keer op de koffie gaan. Hier omhoor. De Talmar. Daar ergens. De Talmastraat. Ja. Is goed. Gaan we daar de volgende keer koffie drinken. En u hartelijk bedankt. Ja.